Die jaarlikse skolevasvra Olimpiade van die opvoedkundige afdeling by die Oorlogsmuseum in Bloemfontein is weer op vrijdagavond 11 oktober 2024 aangebied. Precies op die dag 125 jaar gelede toe die Anglo-Boereoorlog op 11 oktober 1899 uitgebreek het. Die Olimpiade het dus ook deel van die museumse 125-jarige herdenking van die uitbreek van die oorlog gevorm. Ons benader skole in Bloemfontein en die omgeving, reg in die Vrystaat, en dan stuur hulle kinders na die museum toe. Ek geef hulle pakkies met inligting, insluitende kaarte, boeken enzovoorts, en dan leer hulle daaruit, hulle kom ook na die museum toe, en dan vraag ons vinnige vinger vasvra, en dan kry ons die antwoorde van daaraf. Leerders van drie skole in Bloemfontein het aan die vasvra deelgeneem, namelijk die Hoërskool Figart Park, Oranje Meisieskool en Hoërskool Sentraal. In totaal het 39 leerders as deelnemers opgetree, insluitende 13 spanne wat elk uit 3 leerders per span bestaan het. Daar was een junior afdeling vir graad 8 tot 9 leerders, as ook een senior kategorie vir leerders van graad 10 tot 11. Ongeveer 100 mense het die aand bygewoon. Dit het ouers, onderwijsers en ander belangstellendes ingesluit. Met elke vraag was die spanning onder die deelnemers merkbaar, want hierdie was nie net een competitie van blitse breine nie, maar ook vinnige vingers. Daarom was die verlichting groot als een vraag eerste en correct beantwoord is. En minder groot als dit nie in die kol was nie. Na die uitdinne het die spanne wat deurgedring het na die finale ronde aangetree. Op die spel was medailles, trofees en ook een 1000 rand contantprijs vir elke lid van die junior en senior wenspanne. Ten einde laas het een span van die Hoërskool Sentraal in die junior afdeling met die lauwere weggestap, terwyl een span van die Hoërskool Figart Park die senior wenners was. Ten spuite van die leerderse harde voorbereidingswerk en die senewees wat geknaag het, wil dit toch voorkom asof die deelnemers die vasvra nie net tertee geniet het nie, maar ook opvoedkundige waarde daaruit geput het. Dit was my rarig baie lekker, ek het baie meer geleer oor wat ek nie geweet het nie. Dit was nogals baie werk om te leer, maar dit was die moeite werd. Ek het ook gevoel aan die begin was ek baie stressvol, maar in die tweede ronde toe het dit alles na my kop toe weer gekom. Ek sal het definitief volgende jaar weer wil doen en het was lekker om so met my spanmaats ook te werk. So die doel van die skole Olimpiade vasvra is om jonger mense betrokken te kry by die museum, om jonger mense en skoolkinders weer te kry om museum toe te kom, om te lees oor die geskiedenis en om het weer interessant en lekker te maak en nie net soos in 'n klaskamer nie.